Dan maar vragen ze mij. Wat was nou voor een kleins verhaal? Je zei net, Nederlands elftal is een jongensdroom. Ja. Welke club was echt jouw jongensdroom of is nog steeds? Toen ik jong was, was ik altijd van, ik wil aan Ajax 1 spelen. Ajax 1, dat was mijn... Elke verjaardag was dat mijn wens. Je bent zelf natuurlijk vanuit de jeugdopleiding bij Ajax doorgekomen toen het eerste gaat spelen. Ja. En dan ga je eigenlijk weg op een moment dat je hebt een heel goed seizoen gedraaid. Een seizoen daarna speel je niet of nauwelijks. En er zijn twee opties eigenlijk. Of je hebt geen zin om op de bank te zitten en je gaat naar het buitenland of naar een andere club. Gewoon omdat je zo snel mogelijk weer wil spelen. Of je gaat jezelf in de basis vechten, zodat er misschien grotere clubs komen om naartoe te gaan. Waarom kies jij voor die eerste? Ja, nee, daar heb ik ook inderdaad over nagedacht. Maar mijn contract liep natuurlijk af. Mm-hmm. En ik had nog 1 jaar contract en ze hadden mijn aanbieding ingetrokken, omdat ik toen de tijd niet speelde. Ja, weet je, dus ook, je weet hoe het gaat met Ajax. Weet je, als je wil verkopen, dan moet je gewoon verkopen. En ben ik gewoon weggegaan en heb ik gekozen voor een club die me wel graag wilde. Dus dat was jammer dat het zo had moeten gaan. En niks tegenover Ajax of iets, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, het is gewoon business, toch? En nu zit jij hier in je penthouse in Londen, team in de Premier League, en is Ajax aan het bungelen en aan het vechten voor Conference League. Ja, zonder dat om het zo te zien, maar je hebt altijd goede en slechte fases. Mm-hmm. En Ajax gaat nu niet door de beste fase, maar ik weet zeker dat het wel weer. Hoe kijk je daar nu naar die situatie bij Ajax? Ja, ik denk dat ze een hele goede squad hebben. En ik vind het gewoon jammer dat het er niet uitkomt, want ik weet wel dat ze het kunnen. Mm-hmm. Ik ben nog steeds supporter, kijk nog steeds elke wedstrijd. Waar bij Ajax denk je dat het is misgegaan? Ja, ik weet het niet. Ik zie dingen wat soms een beetje on-Ajax is, weet je. Wat is on-Ajax? Ik zie dat ze een technisch directeur halen, dat weet ik niet. Ik dacht misschien meer een Ajax-man, dat zou ik denken. Maar heel veel spelers sneeuwen onder, weet je. Ze presteren in de Eredivisie spelen, ze presteren in Spanje, ze presteren in Frankrijk, overal. En dan gaan ze in de Premier League en dan redden ze het niet. Het wordt te fysiek, ik weet het niet precies. Ja. Waarom lukt het jou wel om hier juist boven jezelf uit te stijgen misschien zelfs? Ik denk dat de Premier League daar erg, ja, dat bij mij past. De manier waarom ik speel. Ja, gewoon ik ben toch wel een strijder, vind ik. Ik hou van duel spelen, ik hou van... Ja, gewoon het is heel fysiek. Het is snel, dus dat zijn wel allemaal dingen die best wel denk ik bij me passen. En ik denk ook dat ik de juiste plek ben nu. En hoe zie jij je kansen onder Koeman, of onder de nieuwe periode? Goeie vraag. Ik zat er de vorige keer natuurlijk jammer genoeg niet bij. Ik kan alleen mijn wedstrijden spelen, verder heb ik er niks over te zeggen. Krijg je als speler een soort van huiswerk mee van de bondscoach, van hey, luister, je was er wel bij of niet bij, ik wil dat je dit anders doet of dit beter doet? Of... Met bepaalde spelers heeft hij wel contact die er volgens mij niet bij zitten, heb ik begrepen. Met mij niet, en dat hoeft ook niet, want ik ben er al jaren uit beeld geweest. Ik heb altijd fijn met hem gewerkt en hij heeft niet voor mij gekozen, het is wat het is. En ja, ik moet gewoon mijn wedstrijden spelen en meer lekker genieten van hoe goed het hier gaat, in plaats van over dingen na te denken waar ik helemaal geen controle over heb. Je hebt twee nationaliteiten, toch? Ja. Heb je wel eens overwogen om voor de andere nationaliteit uit te komen? Indonesië? Of die Afrika? Of Mozambique? Ik dacht eigenlijk aan Mozambique. Heb je er drie? Ja. Ik dacht twee. Nee, drie. Ik wil het liefst voor Nederland spelen. Voor Nederland spelen en in de Premier League? Nederlands spelen in de Premier League. En wat zie je dan nu? Ja, zo'n Busquets aangekondigd. Ja. Het stoppen bij Barca, dus die zal van de Saudi-Arabië misschien gaan. Ronaldo zit er al, Messi zijn de geruchten gaande. Ja. Speelt het eens in jouw hoofd van, ik wil nu nog even gewoon fit zijn in de Premier League en presteren, maar om dan die laatste 2 jaar misschien zakken te vullen daar in Saudi-Arabië of Midden-Oosten gewoon? Ja, dat is wel lekker toch? Ja. Maar ja, als je hoort die bedragen zo wat ze in het Midden-Oosten betalen, ja, dan pak je het eerste vliegtuig daaruit. Wat denk je dat ze Kenny Tate bieden daar?
Ik weet het niet. Ik denk echt dat ze dat alleen doen met grote namen. Ik zie niet echt dat ze voor mij nu naar mij zouden komen en zouden zeggen van 20 miljoen. Nee, kom op. We moeten wel realistisch blijven. Zou je gaan? 20 miljoen? Ja, weet ik niet. Zou jij gaan? Zeker. Ik zie me wat ik laatste keer zit. Kunnen we ruilen? Oké. Okay. Kom jij er bij mij langs? Ik in Saudi-Arabië. Film jij? Ja. Tuurlijk.